Sparta FC Groningen. Sparta staat negende en voor Sparta begrip is dat heel erg goed. Als dat zo blijft, dan heeft Sparta een fantastisch seizoen. Bij FC Groningen, dat op de 13e plaats staat, loopt het weer niet goed. De Groningers hebben tot nu toe pas 3 wedstrijden gewonnen in deze competitie. Bij Sparta is spits Rydell Poupon de man in vorm. Hij scoorde 4 keer in de laatste 4 wedstrijden. Moet dus in de gaten gehouden worden door de Groningers. En ook de spits van FC Groningen scoorde 4 keer in de laatste 4 wedstrijden. Dat is Tim Matavs met een zet. Hij is normaal gesproken niet een basisspeler, maar hij mag spelen omdat Koen van der Laak geblesseerd is. En dat doet hij dus heel goed, Matavs. Om 4:30 weer klonk het heerlijke geluid van voetbalnoppen op beton in de catacomben van het Sparta-stadion. Sparta FC Groningen. Vanaf het schitterende kasteel in Spangen is het commentaar bij de wedstrijd van Philip Koken. Hiarie. Lovren en Touzani gaat er meteen fors in tegen Lovren. Het is een elleboog in het gezicht van Lovren. En het wordt niet geheel op waarde geschat door de scheidsrechter Ed Jansen. Touzani raakt die bal volkomen verkeerd. Matavs even inhouden. Bakuna moet nu de bal doortikken. Op Lovren. 4-geven raakt de bal maar half. Maar het is bijna afdoende. En dan toch nog het schot van Bakuna. Holla liet lopen voor Ene Volts. En dat was geen slechte keuze. Wat heet! Het is een voortreffelijk schot van Ene Voltsen. En Groningen leidt. De bal is heel lang onderweg en Celica kijkt de bal na, net zo lang totdat hij in de kruising hangt. Slijngaard. Bakuna moet mee om een voorzet te voorkomen. En Slijngaard knijpt naar binnen. Het speelveld wordt nu bepaald niet breed gehouden door Sparta. Dat is normaal wel de specialiteit van Sparta. En hier is Poupon. De Groningers rekenen op buitenspel. En als de vlag omlaag blijft, is het uiteindelijk een corner voor Sparta. Mark Strijker, de assistentscheidsrechter, lijkt overtuigd. En hij heeft een punt. Stroopman. En daar is Valkenburg met de 1-1. Heel Groningen moppert nog wat na of dit wel een terechte corner was. Of er niet eerder al gefloten had moeten worden voor buitenspel. Maar dan ligt hij er toch ineens in. En dan is het een treffer voor Valkenburg die alweer zijn 7e maakt van dit seizoen. En dat is wel erg veel voor een middenvelder. Slijngaard moet nu de bal een ros geven. Sanko. Legt de bal even dood met zijn zool. Ene Voltse. De bal blijft liggen van Matavs. Matavs maakt er 1-2 van. Het is zo een lekker open wedstrijd. Zo langzamerhand ontpopt Matavs zich toch als een echte goalgetter. Hier is hij zowel Knol als Viergever te slim af. En blijft hij ook koeltjes als Celica voor hem opduikt. Groningen leidt weer. Poupon. Moet meestal ineens naar binnen, maar nu kan hij rechtdoor. Hiarie verspert hem die weg niet. Valkenburg. Stroopman. Opening op de rechtsback van Buren. Goeie poging, maar ook niet meer dan dat van Duplan. Bordeaux. Holla. Ene Voltse. Ook Stenman is mee aan de linkerkant. Zo kan Groningen dan een overtal creëren. En Ene Voltse doet het opnieuw. Maar deze valt toch in de categorie keepersfouten. Dit was een houdbare bal. Die Celica toch laat glippen. Pijnlijk moment voor de doelman van Sparta.
Slijngaard. Die mag een end komen. Goede voorzet. Maar Knol dichtbij komt. Sanko. Ruimt op. Van Buren vangt op. Groningen is nog niet uit de problemen. Diarie. Touzani. Stroopman doet dat handig. Stroopman. Lovren. Schouderdoel van Slijngaard mislukt. En daar is de volgende van Enevoldse. Het is zijn middag. Hij triomfeert hier op het kasteel. 4-1 voor Groningen. En hij weet ook niet wat hij meemaakt. Alles wat Enevoldse aanraakt zo vlak buiten de 16 meter is raak. Van Buren. Goed paasje. Goed paasje. En dit is... Het zou een treffer moeten zijn. Maar het gebeurt niet. Duplan schiet hem over. Bakuna. Pedersen staat scherp. Viergever had het al gezien. Slijngaard komt er niet aan. Enevoldse is hem te snel af. Enevoldse. Nou, het is niet alles goud wat er blinkt voor Enevoldse. Stroopman. De klus wordt geklaard. Uiteindelijk door Granqvist. Het zag er toch weer even dreigend uit. En nu is het wel raak. Het is raak via Sander van Gessel. 2-4. Invaller van Gessel, oudspeler van Groningen. In de ploeg gekomen voor Touzani. Is totaal ongedekt. Niemand loopt met hem mee. En dan is er weer enigszins spanning terug in de wedstrijd. Granqvist. Ja, holla, loopt Granqvist in de weg. Dat is ook niet al te snugger. Dissels. Dissels moet nu zelf gaan schieten. Dissels. Groningen mazzelt. Er komen veel Spartanen nu mee. Als Sparta hoofdschiet is het 5-5. Dissels. Dit levert de kans op en die is voor Duplan. Het is gedaan. Ron Jans kan weer eens lachen. In de tweede helft heeft Groningen alleen maar tegengehouden. Heeft Sparta nog wel geprobeerd om de schade opgelopen in de eerste helft ongedaan te maken. Maar vooral die wonderlijke afstandsschoten van Enevoldse was Sparta te machtig. Sparta speelde deze wedstrijd, zoals u kon zien, met rouwbanden. Dat was in verband met het overlijden van scout en clubicoon Jan Nijman.